We zijn op dit moment op Schiphol bezig met het testen van twee oplossingen die het werk voor bagagemedewerkers lichter gaan maken. Ten eerste zijn we begonnen met het testen van een nieuw type robot. Die is speciaal voor Schiphol ontwikkeld. Deze robot heet de Cobot. Dat staat voor collaboratieve robot. Dat betekent dat hij ook echt samen met een medewerker werkt. We hebben hier op de luchthaven al een aantal bagagerobots staan. Die werken echt met een heel ander principe. Met de grote zuignap, dat is echt nieuw. De tweede type oplossing wat we testen is een tilhulp. In dit geval specifiek voor het lossen van transferbagage. Die hadden we namelijk nog niet. Op andere plekken hebben we gelukkig al wel tilhulpmiddelen. En het is eigenlijk een hele simpele oplossing. Een elektrisch aangedreven lopende band, waardoor een medewerker alleen nog maar een koffer op de band hoeft te leggen. De komende tijd zullen we ook nog heel veel meer moeten testen met zowel de robot, maar ook met de tilhulpen. Dat gaan we ook doen. De robot zal echt nog wel even tijd nodig hebben om op grote schaal toegepast te kunnen worden. Maar voor tilhulpen hebben we gezegd, binnen een jaar op alle werkplekken goed functionerende apparaten die door de medewerker blij gebruikt worden.